jongens. Dat vecht je maar met je broer, met je oudere broer uit, Sterkel. Ja, dat is goed. Want je moet een beetje van die microfoon afblijven. Zegt hij. Ja, zegt hij. Ja. Oké, welkom bij Topnames. We praten over virtual reality en we doen dat met Avinash Changa. Je bent van We Make VR. Ja. Als jij VR maakt, virtual reality, wat maak je dan? Eigenlijk maken we alles op het gebied van virtual reality, van geanimeerde werelden waar je doorheen kan wandelen met een virtual reality bril. Maar wat het leukste is wat we doen, is we maken films in virtual reality. Dus we hebben zelf een camerasysteem ontwikkeld en een post-productie pipeline en een app en een engine, waarmee je dus films kan maken waar je in zit. Je kan dus om je heen kijken, boven, achter, voor, in plaats van dat je dus naar een 2D-scherm kijkt. En dat is eigenlijk niet waar virtual reality voor bedoeld was aanvankelijk. Waar was het wel voor bedoeld? Voor gaming. In principe, ja, jullie komen daar vandaan, hè? Dus het maken van digitale content. Op computers gemaakte digitale omgevingen waarbinnen je games kunt spelen en dat soort dingen. Nou, onze achtergrond is digitaal werk, visual effects, 3D-animatie, karakteranimatie. Ja. Dus we kennen die wereld ook wel heel goed. Ja. En toen we 2 jaar geleden voor het eerst hoorden van er komt weer een nieuwe virtual reality bril uit, dachten we van nou, laten we kijken wat het is. Want er komen natuurlijk al door het hele concept van virtual reality, in de zin van dat je met technologie je als gebruiker je in een andere wereld kan wanen. Dat gaat natuurlijk al 20, 30 jaar mee. Ja. Maar dan heel, heel amateuristisch. In de jaren 80, 90 kregen allemaal gamesbedrijven die hiermee aan de slag gingen. Ik bedoel, Sega, die hebben zo'n bril geprobeerd te maken. Ja. Atari had voor de Jaguar zo'n hele grote 6 kilo wegende headset. Ja, een soort helm was dat, hè? Het was een enorm gevaarte. Ja. Maar wel met als idee van, oké, dan kunnen we onze gebruikers in een videogamewereld zetten en dat helemaal immersive maken. Zoals je dat ook in films zag. Je zag dat in films als The Lawnmower Man en Existence. Hoewel in Existence was het heel organisch, maar in Lawnmower Man was het ook echt een digitale wereld. En natuurlijk Matrix, kennen we allemaal. En daar krijg je zo'n metalen pin in je achterhoofd, wat niet heel praktisch of marketable is, denk ik. Maar dat hele idee van dat je met zo'n bril aan de slag gaat, dat hebben die gamesbedrijven dus geprobeerd, maar dat werkte gewoon niet. En dat werkte niet omdat de motion tracking heel traag was. Dus je kon om je heen kijken en dan verwacht je dat het beeld met je mee beweegt. Maar er zat een soort vertraging in. Dus je kijkt naar rechts en dan 2 seconden later komt het beeld. En je kijkt terug en die vertraging zorgt dat je er misselijk van wordt. Nou, dat was al een probleem. Dan had je natuurlijk ook hele kleine, massaproduceerbare, goedkope displays nodig met een beetje kwaliteit. Nou, de kwaliteit in de jaren 80, 90 was gewoon slecht. Gewoon pixelig, weinig kleur, weinig resolutie. Dus dat was het tweede probleem. En het derde probleem was wat virtual reality vandaag de dag immersive maakt. Dat je echt voelt dat je er bent. Is dat je ook een gevoel voor schaal hebt. Dat dingen groter zijn, dat je afstanden voelt. En daarvoor heb je stereoscopisch beeld nodig. Nou, dat heeft Nintendo geprobeerd met de Virtual Boy destijds. En hartstikke leuk concept, maar bijna iedereen die dat ding op heeft, kreeg binnen 5 minuten echt knallende koppijn en misselijkheid, omdat het dieptebeeld niet klopte. Dus qua concept was het er altijd al, virtual reality, maar het was gewoon niet goed. En de dingen die wel goed waren, waren enorm dure systemen van een ton of meer. En het was alleen in de wetenschappelijke hoek waar die dingen werden gebruikt. Ja. Dus toen kreeg je, in 2012, werd er iets aangekondigd van Oculus, wat nog niemand kende. En het was, dat was een nieuw prototype virtual reality bril. Mm-hmm. Iedereen heeft het een beetje op de blogs gevolgd. En toen kwam er een Kickstarter campagne. En voordat iemand ook maar wist of het goed was, was die Kickstarter campagne al een enorm succes. Ja. In plaats van 1,5 ton hebben ze 2,5 miljoen in de eerste 2 weken opgehaald. Ja, en toen dacht jij, een gewoon bedrijfje in Amsterdam wat op dit gebied doet, van weet je wat, wij gaan zwaar investeren in VR-camera's en Nou ja, zwaar investeren. We zijn begonnen met maar eerst zo'n prototype van die Oculus te bestellen. Om te kijken van, kunnen we onze huidige content, onze digitale content daarop afspelen en daar iets mee doen. Dat bleek te kunnen. Maar binnen een paar weken, dit was zomer 2013, hadden we al zoiets van, oké, dit is leuk. Dit is hele toffe technologie. Maar wel nog steeds relevant voor de gamers en de nerds. En niet voor de massa. Mijn tante of mijn oma die gaan geen dure computer kopen en games spelen. Dus toen was de vraag van, hoe kunnen we dit relevant maken voor een veel groter publiek? Hoe kunnen we dit toegankelijk maken? Video was het antwoord. Dan moet je video gaan doen. Ja, dan moet je 360 video gaan maken, wat in zo'n virtual reality omgeving afgespeeld kan worden. Precies, en dat klinkt heel makkelijk, maar er waren geen camera's. De enige camera's die er toen waren, waren de gewone panoramische camera's. En was er dan mis met zo'n Yellowbird camera? Waarom kun je dat niet gebruiken?
Nou, van de bestaande kamers, vaak zijn ze wel horizontaal 360, maar niet verticaal. Dus je hebt beneden geen beeld, want daar zit dan een gat, want dan heb je het statief van de camera. Ja. Je hebt soms boven geen beeld. En je hebt geen stereoscopisch beeld, dus je hebt geen diepte. Aha. Ja. En dat maakt dus dat de grap van virtuality, dat het echt voelt met je schaal hebt, dat je dat niet hebt. Je hebt wel een tof beeld wat om je heen is, maar het is plat. Je voelt niet dat je daar bent. Oké, en dan denk je, nou ja, dan maken we het stereoscopisch en dan wordt het opeens ingewikkeld om te draaien? Of wat is dan het probleem? Het probleem met een stereoscopische 360-camera is, als je voor een normale speelfilm stereoscopisch schiet, zet je twee camera's naast elkaar, parallele camera's. Ja. Als je een 360-camera pakt voor het linkeroog en je pakt een 360-camera voor het rechteroog en je zet ze naast elkaar, dan zou je dus tegen een camera aankijken als je naar links kijkt. En je kijkt tegen een camera als je naar rechts kijkt, want die zitten elkaar in de weg. Ja. Dus je moet als het ware een soort onzichtbare camera gaan uitvinden. Ja, en dat is natuurlijk een probleem, dat is een uitdaging, waarvan eigenlijk de industrieconcessie was van, dat kan niet. Oké, dat is fijn. En toen zijn we dus toch zelf gaan pielen. We zijn camera's gaan bestellen die uit elkaar gaan halen en letterlijk dingen in elkaar gaan solderen. Om te kijken van, kunnen we hier iets voor maken? En verdomd, zomer 2013 hadden we opeens iets wat werkte. Tot onze eigen grote verrassing. Ja, toch vind ik dat interessant. Want je bent een softwarebedrijf. Jullie zijn programmeurs die achter schermen virtuele werelden zitten te programmeren. Mm-hmm. En je vertelt nu dat je op een gegeven moment met soldeerbouwen aan de gang gaat en iets totaal anders gaat doen. Nou, niet zozeer anders. Ik bedoel, dat is meer een persoonlijke interesse. Als kind trok ik al alles wat elektronisch was aan elkaar. Okay, dat verklaart veel. Ja. Nou ja, dat kreeg je dat weer in elkaar daarna? Of? Vaak wel, maar ik heb als kind zo'n grijze draaischijftelefoon van PTT uit elkaar getrokken. En op het moment dat je dat ding uit elkaar zet, hoor je pjoem. En dan gaan er echt ontelbare veertjes alle kanten op. Die krijg je niet meer in elkaar. Okay. Dus dat prop je een beetje aan elkaar en zet je het in. Dan hoop je dat je moeder het niet vindt of merkt. Ja. Maar ja, dat. Hey, jullie hebben een filmpje gemaakt, hè, van wat jullie nu doen. Ja. Is het een idee om daar even naar te kijken? Ja, dat geeft je een beetje een uitleg van wat we doen. Nou, start de tape. When the first movie screening took place, people were presented with a shot of a train coming towards them. But these were people that had never seen or thought about the concept of film projection. So they did not understand what they were seeing and they were scared. They jumped away from the screen since they thought that train would come out of the screen and run them over. Nowadays, with the current VR technology, we've sort of reached that same point in time. When people try out a virtual reality headset for the first time, they don't understand what they're experiencing. They don't understand what they are seeing. Suddenly, they are transported instantly into a different world, a different environment, completely different from what they were seeing and feeling 2 seconds ago. Then suddenly they put on the headset and they're completely immersed. This technology has been talked about for over 20 years. We've read about it in books, in science fiction stories. We've seen it conceptually in movies. Through technology, people are transported into a completely different reality. A reality that's so convincing that they have a physical response and an emotional response. They actually feel that they're somewhere else. Many have tried to create this kind of fictional technology that we've seen in movies like The Matrix. But the state of technology prevented real, usable, convincing virtual reality experiences. Now this is becoming mainstream. We now have technology that can actually be made accessible to end users, to consumers, people that are not tech savvy necessarily, but they can still experience things that they've never experienced before, things that they had not even thought possible. We Make VR has created a technology that allows us to capture real life, to capture moments of joy, to capture fond memories. Through our technology, we can allow people to relive those at a later point in time or to share those with your friends, your family, your loved ones. It feels as if you're really there. It feels as if you're actually in that moment that we captured. Now, this new era of experiences, this new era of storytelling, of conveying emotions to people, that's something that we're excited about. We Make VR. Je moet nog steeds met zo'n groot ding wel op je hoofd zitten. Daar is al wel wat ontwikkeling mogelijk, denk ik. Ja, die brillen die worden natuurlijk steeds compacter en efficiënter. Tot op zekere hoogte. De display die voor je ogen hangt, heeft natuurlijk altijd een bepaalde afstand nodig. Dus je kan hem wel lichter maken. Maar op het moment dat je het display ook kleiner maakt, is je gevoel voor immersion minder. Want je wil eigenlijk een beeld dat zoveel mogelijk om je heen zit. Dus wat je
op dit moment ziet met bepaalde headsets, is dat het beeld best smal is. En dan zie je zwarte randjes. Dat wil je niet. Je wilt net als in een IMAX-scherm het scherm zo ver mogelijk om je heen hebben. Maar dat zorgt dus voor grotere en zwaardere brillen. Dat is een beetje een lastig veld waar de hardwareontwikkelaars mee bezig zijn. Hey, wij waren samen op een presentatie waar Arthur van Hof, een Nederlander, ja, van de dienst Jaunt, een presentatie gaf. En dat is een bedrijf wat kans heeft gezien om 34 miljoen bij Google en anderen op te halen aan investering. Had jij dat die 34 miljoen niet eigenlijk gewoon moeten hebben? Had me te gek geleken. Ja, maar je hebt toch iets vergelijkbaars gedaan eigenlijk? Ja, absoluut. Nog sterker, we hebben nagenoeg hetzelfde gedaan. Het was leuk om die presentatie te zien. Het is gewoon, je hoort je eigen verhaal terug. En ze hebben het fantastisch gedaan. Er zijn een paar kleine technische verschillen. Maar in essentie streven we hetzelfde na. Je wil film maken in VR. Het is helemaal niet erg dat er zo'n bedrijf is. Nog sterker, het is heel goed dat ze zoveel geld hebben opgehaald. Want dat valideert wel onze industrie. Toen wij hier een jaar geleden mee begonnen en presentaties begonnen te geven, kregen we ook heel vaak te horen van, ja, maar is dit weer zoiets als augmented reality? Is het zo meteen over een jaar weer weg? Toen kwam Facebook, die kocht de Oculus. Toen werden mensen opeens wakker van, goh, dat is een eerste validatie van de industrie. Er gaat echt iets gebeuren met virtual reality. En het feit dat Jaunt zoveel geld heeft opgehaald, geeft ook aan dat vanuit een veel grotere industrie er echt interesse is. En het voordeel van dat Jaunt dicht tegen Hollywood aanschurkt, is dat ze dus ook toegang krijgen en interesse krijgen tot de grote filmmakers. Wat op zich wel leuk is, toen wij op Reddit lazen van James Cameron, die deed een interview en die zei van, nou, ik zou wel films willen maken in VR. We hebben meteen een mailtje gestuurd en een berichtje, en dat via allemaal mensen zijn kant op gestuurd van, wij kunnen dat al, wij hebben een camera gemaakt die dat kan. Maar die deur die gaat niet open als je een klein bedrijf hier uit Amsterdam bent en niet daar zit. En dan komt nu de grote Jaunt met een hoop geld. Mm-hmm. En wat gaat er dan met jullie gebeuren? Wij gaan gewoon heel, heel goed door. En het is net als met andere industrieën. Er is ruimte voor verschillende productiemaatschappijen. Het is niet omdat Jaunt een camera heeft gemaakt en wij een camera hebben gemaakt. Dit de enige bedrijven zijn die VR-film gaan maken. Nog sterker, het gaat ons veel meer om de content, maar ook het faciliteren van het delen van die content. Wat ik hoop is dat... Het gaat je niet om de hardware, zeg je? Nee, de hardware is geboren uit noodzaak. We hebben gewoon iets gemaakt omdat het er niet was. Wat wij veel belangrijker vinden is dat we een platform creëren waar straks gebruikers hun eigen gemaakte content kunnen uploaden, dat kunnen delen met anderen of dat commercieel kunnen exporteren. En dat we die mensen ook voeden met kennis, met technieken, met tips. Los van dat we natuurlijk ons eigen content maken. Want de open deuren als in VR-concerten, VR-sportevents, newsgathering. Tuurlijk, daar zijn we mee bezig, dat gaat ook allemaal gebeuren. Maar wat daarnaast heel erg belangrijk is, is dat we ook mensen gaan enabelen om hun eigen content te maken. Er komen straks veel meer van dit soort camera's op de markt. Als Azië losgaat, komen die met goedkope stereoscopische 360 camera's op de markt. En dan zou je dus je eigen huwelijk kunnen gaan filmen. Een nieuwe vorm van de selfies krijgen we dan? Een nieuwe vorm van selfies, maar dan met een veel sterkere emotionele waarde. Op het moment dat je kinderen hebt en hun oma is 2 jaar daarvoor overleden. Maar je hebt wel met zo'n camera een filmpje gemaakt dat ze een verhaaltje voorleest uit een boek. Dan kan jouw kind opeens dat ding opzetten en toch even een verhaaltje van oma te horen krijgen. Dat is voor jou hele belangrijke, waardevolle content. Voor de massa niet. Maar op het moment dat dit voor iedereen toegankelijk wordt, dan heb je het opeens over een hele grote markt. Ja, maar waarom ben jij daar nou zo van overtuigd? We hadden het voor de uitzending ook even over. Je noemt ook bijvoorbeeld sport. Wat voegt dit nou toe? Ik heb altijd, jij gaf zelf het voorbeeld van, ja, dan zit je in het voetbalstadion en dan ga je zo'n wedstrijd opeens met jouw bril op zitten kijken. En dan, nou, in het begin is het natuurlijk leuk omdat het kan. Mm. Weet je wel, dan kun je naar boven en naar beneden. En dan is de gimmick eraf. En dan mis je net het doelpunt, want dan zit je net de andere kant op te kijken. Ja. Waarom zou ik dat nou doen? Voetbal vind ik een heel goed voorbeeld. Voetbal is qua gewone traditionele 2D-registratie al zo goed geregeld. Dat moet je helemaal niet willen in VR. Wat dan wel? Een sport waarbij je dichterbij kan komen. Denk bijvoorbeeld aan basketbal. Of als er bijvoorbeeld manieren zijn waarop je dingen kan meemaken die je als toeschouwer niet zou kunnen meemaken. Hoe is het bijvoorbeeld om even in de kleedkamer te zitten met de sporters voordat ze het veld opgaan? Of hoe is het om vlak naast het doel te staan op het moment dat er een penalty wordt genomen? Die heel belangrijk is voor het WK. Ik bedoel, ook al zit je in een stadion, dat krijg je niet mee. En nu kan je letterlijk het gevoel krijgen alsof je naast het doel staat. Dat heeft een meerwaarde. Op het moment dat je gewoon gaat proberen wat we al doen met normale tv.
ja, dan dat voegt niks toe. Maar en, is het meer, hè, want ik hoor jouw enthousiasme en ik denk, hij moet ergens gelijk gaan krijgen. Ja, dat vind ik fascinerend. Ja, daarom, dat vind ik ook fascinerend. Dus daarom vind ik het ook leuk om bij die bijeenkomsten te zijn. Ik ben zelf nog niet helemaal believer. Want ik zit zelf nog heel erg op het ding van, we zitten nog zo in de gimmickfase, valt mij op. Want ik heb ook naar al die voorbeelden gekeken en denk, nou leuk, kan ik eventjes naast Armin van Buuren staan, kijk ik even om me heen. Ja, nou, leuk gezien, ja. Dan klaar. En dan, weet je wel. Is de grap eraf. Dan is de grap eraf. Daar hebben, ik noem een ander voorbeeld. Op een gegeven moment kreeg je dvd's of interactieve of CD's of weet ik wat het allemaal was. Multichannel dvd's. En dan kon je bijvoorbeeld bij een band, kon je zelf dan het geluid mixen. Nou, natuurlijk is het één keertje leuk om eventjes de bas weg te halen en de drums doe je één keer, nooit meer. Mm-hmm. Hoe krijgen we dit de gimmickfase voorbij? Technologie, en dat geldt eigenlijk denk ik voor alle technologie, heeft pas een bestaansrecht als het iets toevoegt aan je leven. Als het je leven makkelijker maakt, beter maakt, als het je als mens gelukkiger maakt. Nou, dat klinkt wat vergaand, maar toch is het wel zo. Op het moment dat het alleen maar een gimmick is, dan niet. Dus je moet ook gaan denken, vind ik, aan levensverrijkende toepassingen zoals bijvoorbeeld therapie. Stel je hebt iemand die pleinvrees heeft. Op dit moment kan je met een therapeut gaan zitten, je krijgt daar bepaalde oefeningen voor, je kan gaan visualiseren. Maar wat nou als je diegene die gewoon in de comfort of in zo'n hand zit en die al 2,5 jaar thuis zit, als je die dus opeens een headset opgeeft en die staat opeens op straat. Oké, het is spannend, je kan het ding meteen afdoen, maar je kan er rustig aan wennen. 2 weken later bekijk je diezelfde scène, laten we wat mensen erin rondlopen. 1 maand of 2 maanden later wat fietsers. En zo bouw je het in bijvoorbeeld 5 maanden op. En na 5, 6 maanden is iemand daar op zo'n natuurlijke manier aan gewend geraakt, dat de kans dat zo iemand zich veiliger voelt en meer in staat om even een blokje om te lopen, is veel groter dan met traditionele therapieën. Dan geef je zo iemand opeens een stukje vrijheid terug. Nou ja, dan ga je iets zinnigs doen. Of denk aan de ouderenzorg. Iemand die 75 is, slecht ter been is en een ontzettende voorliefde heeft voor klassieke muziek, die al haar hele leven naar het concertgebouw gaat en dat nu niet meer kan. Dan wel de reis is te heftig, dan wel 2 uur in een voorstelling zitten is te heftig. Dan kan je nu zeggen van, we brengen het concertgebouw naar jou toe. En je kan gewoon een stukje van 10 minuten kijken. Daarna zet je dat ding af en kijk je een andere keer weer verder. Dan vergroot je zo iemands wereld weer. Dan doe je zinnige dingen. Ja, dat geloof ik wel. Ja, geloof ik ook weer. Maar toch al snel, overtuigd eigenlijk. De volgende stap. Kan het al live met jullie camera? Want dat is, je hebt het natuurlijk alleen maar over clipjes die bewerkt zijn en stereoscopisch gemaakt of gecorrigeerd of noem maar op. Hoe gaat dat werken live? We hebben het intern al live werkend. We willen dat nog ietsje robuuster krijgen voordat we dat echt aankondigen. Heeft John dat ook al werken? Volgens mij niet. Dat hebben ze me niet verteld in ieder geval. Ik heb het hem niet gevraagd. Nee. Ja. Nee, ja, we zijn natuurlijk al hele tijd bezig. En live was iets wat al vanaf dag 1 natuurlijk op de wishlist stond. Van hoe tof zou het zijn als we dat kunnen. Dus daar hebben we ook ons systeem op uitgedacht. Daar hebben we ook ons productieproces, ons postproces op uitgedacht. Om uiteindelijk live te kunnen gaan. En ja, wat ik al zei, in het lab kunnen we het al. Maar het moet ook schaalbaar zijn. Het moet ook zo zijn dat productiemaatschappijen, tv-maatschappijen er gewoon moeiteloos mee kunnen werken. En daar moet nog wel wat aan gebeuren, maar proof of concept is er. Dat hebben we al gedaan. Okay, waar zit dan de problemen? Is dat rekencapaciteit? Is het die beelden aan elkaar, zeg maar, die beelden samenvoegen op een goede manier? Het is een mix van dingen. Want je wil inderdaad verschillende beelden van verschillende camera's gaan samenvoegen. Als je dat offline doet, kan je daar heel rustig op bijna op afstuderen, om te zorgen dat het bijna pixel perfect is. En op het moment dat je het live doet, heb je die luxe gewoon niet. Waar je ook mee zit, is dat op het moment dat je beelden gaat samenvoegen, dat je zit met op welke diepte van de lens je ze samenvoegt. Je hebt bijvoorbeeld een sweet spot van 2 tot 5 meter. Als dingen dichterbij of verder weg zitten, kan het zijn dat het niet helemaal netjes aansluit. Als je het live doet, heb je geen tijd om daar een correctie op toe te voegen. Dus je zit met wat imperfecties. Daarnaast heb je natuurlijk een behoorlijke rekenkracht nodig om al die bewerkingen in real time te doen. Of zo real time mogelijk. Dus dat is een ding. En het laatste probleem wat je dan moet tackelen is dat je dus ook het beeld zo kan comprimeren dat je het zinnig kan streamen met een beetje behoud van zinnige framerate, zonder dat de gebruiker op een belachelijke datarate of datawinning moet zitten. Want het moet ook schaalbaar zijn en voor veel mensen toegankelijk zijn. Dus dat zijn optimalisatieslagen waar nog heel hard aan wordt gewerkt. En kijk, wat we natuurlijk het liefste willen is dat we uiteindelijk niet alleen naar de desktopversies zoals de Morpheus, de Gear, de Oculus kunnen streamen, maar ook naar een echte mobiele telefoon die gewoon in een cardboard zit. Ja, laat het even zien. Want daar wil ik nog wel 1 ding over zeggen. Dat zei onze vriend. Oh, ik krijg een sms. Oh, je hebt een smsje. Wat is dat dan? Maar even kijken hoor. Ja, onze vriend van John die zei
Wij maken het in principe voor alle headsets. Ja. En hij noemde er 4 of 5. En zijn favoriete was niet eens de Oculus. De Gear VR. Dat was, ja. Ik vond het ook eerlijk gezegd teleurstellend, die Oculus, als ik heel eerlijk ben. Ja, jij hebt de Poor Man's Oculus bij je. Ja, dat is grappig. Kun je uitleggen wat dat is? Dit is de Poor Man's VR. Wat de Oculus is gebaseerd op mobiele telefoontechnologie. Je hebt een scherm, je hebt een gyroscoop, dan wel accelerometer. En je hebt een paar lenzen. Nou ja, dat is natuurlijk te gek als je dat zo maakt. Maar feitelijk gezien heb je het over mobiele telefoontechniek. Dat is ook waardoor de Oculus tot stand is gekomen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een app gemaakt. Die draait op je mobiele telefoon. Er zitten dan 2 verschillende plaatjes in. Eentje voor het linker en het rechteroog. Ja, kun je het even laten zien? Ja. Ja. En iets meer naar die camera. Daar, ja. Met een beetje kleur zo. Daar zie je nu 2 plaatjes. Ja. Dan heb je een kartonnen doosje. In dat kartonnen doosje, dit is een clone van de Google Cardboard, zitten 2 lensjes. En je hebt een plekje waar je mobiel in kan. En je klapt hem dicht. En opeens kan je dan in zo'n doosje kijken en om je heen kijken. En dan gebruik je in principe het scherm en de gyroscoop. Alsjeblieft. Ja, dat is Armin van Buren. Afrojack, volgens mij. Afrojack. Ja. Ja, we filmen overal. Ja, ik hoor niks, hè. Ik zie alleen maar wat. Ja. Al die DJ's lijken op elkaar, man. Zeker als je het een beetje vanuit het publiek op een afstand ziet. Wat wel grappig is, maar dat kunnen de kijkers natuurlijk niet zien. Ja, dat werkt goed. Ik ook even kijken. Het werkt hartstikke goed. En dat is het leuke ervan. Nog sterker, persoonlijk vind ik dat de mobiele ervaring zelfs een stukje prettiger is dan de Oculus of de desktop ervaring. Waarom? Je hebt geen kabeltjes meer. Ja. Dat is een redelijk isolerende persoonlijke ervaring. Je zet het ding op, je zet een koptelefoon op, je hebt een snelle computer nodig. Dit is opeens een sociaal device. Ik bedoel, je merkt het zelf, je geeft hem even door aan iemand die naast je zit. Het kan ook in een café. Precies. Je hoeft geen dure dingen mee te slepen. Nee, de telefoon heb je toch al bij je. Ja. Onder dat motto. Het is wat dat betreft heel toegankelijk. Wat ik wel intrigerend vind. Jij gaf een keer eerder mij een demo. Toen had je ook nog allerlei andere apparaten bij. Dan moest ik iets op mijn borst binden. En iets aan mijn riem, weet ik veel. Want je wil uiteindelijk nog meer sensoren bij mensen op hun lichaam hebben. Want wat ben je daarmee aan het doen? Wat je met VR wil bereiken is een sense of presence. Dat je je als gebruiker zoveel mogelijk in die virtuele wereld of in die alternatieve wereld voelt staan. Nou, wat je hebt met een virtuality headset is dat je je hoofd kan bewegen. Je kan dus om je heen kijken, omhoog en omlaag, en je kan je hoofd een beetje schuin houden. Wat al in het begin al een probleem was dat je geen translatie had. Dus je kon niet naar iets toe leunen en dan dichterbij een virtueel object zijn. Je kon alleen maar ronddraaien. Dus dat was met de eerste Oculus. Dus toen dachten we, kunnen we niet iets doen met een sensor die we aan je borst plakken? En die data, die translatiedata, wel gebruiken. Dat we je dus wel naar een object toe kunnen laten leunen. En dat je dus eigenlijk je voelt dat je lijf een deel van die virtuele wereld is. Dat hebben we gedaan met een controller. Dat hebben we een beetje uitgebreid met de setup die jij hebt gehad. Dan heb je een soort riempje om. Je hebt een controller hier. Je hebt een bril op en je hebt een ding in je hand. En opeens is je gevoel van immersion veel sterker. Het gevoel van duizeligheid, wat sommige mensen hebben met de eerste Oculus, komt ook een beetje omdat het dus niet echt klopt. Je virtuele zelf staat en loopt rond, terwijl je achter een tafel zit met een muis en een toetsenbord. Dat zorgt voor een soort ontkoppeling in je hersenen en je sensory input. Daar word je misselijk van, of daar kan je misselijk van worden. Met het systeem waar je dus zo'n lichaamssensor hebt, waar je lichaam dus voelt alsof het thuis hoort in die virtuele wereld, heb je die misselijkheid niet. Mensen die binnen een minuut met Oculus misselijk werden, hebben in dat systeem gehangen. En het werkte prima. Nou, inmiddels heeft Oculus dat ook gedaan. Die hebben een externe camera, een kleine sensor gemaakt. Waardoor dus ook je hoofdbewegingen worden aangevuld met je lichaamsbewegingen. Je kan nu dus inderdaad naar objecten toeleunen. Volgende stap is natuurlijk dat je ook je handen zou willen zien. Want dat is wat iedereen zegt. Je doet die virtuele bril op. Je kijkt om je heen. Je denkt van, wauw, dit is echt te gek. En dan wil je handen zien. En die zie je niet. Nou, dat is eigenlijk een volgende stap die je zou willen. En dat kan op dit moment wel met ingewikkelde handschoenen en met sensoren als vorige week in Eindhoven. Ja, ja. Dat is hele leuke technologie, maar je hebt ook de Leap Motion, je hebt natuurlijk de Kinect en dat soort technieken. Dat zijn wel allemaal weer allemaal extra apparaten. Leuk voor de geeks, leuk voor de gamers, maar voor de massa zie ik dat niet zo snel gebeuren. Want je wil niet 20 apparaten aan je lijf gaan hangen en in je huis gaan installeren om iets leuks te beleven. Ja. Dus op het moment dat die techniek eenvoudiger, toegankelijker en laagdrempeliger wordt, dan wordt dat geschikt voor de massa. Voor nu is het te gek omdat de developers en de geeks er gewoon mee kunnen experimenteren.
Maar uiteindelijk wil je dat je een volledige virtuele avatar hebt die zich gedraagt zoals jij je gedraagt. Dat je dus ook, denk aan sociale toepassingen, dat je in de virtuele wereld iemand anders zou kunnen zien. Dat je dus samen een film zou kunnen kijken. Dat begint wel een beetje te komen. Maar dat is echt nog heel erg experimenteel. Hey, je begon ermee te vertellen dat jullie films maken. Ja. In virtual reality films. Dat lijkt me... qua verhalen lijkt het me weer iets heel... Wat zijn de grootste verschillen met een gewone film maken of zo'n film maken? Het is een compleet andere beeldtaal die je moet gaan ontwikkelen. Als voorbeeld... Als je normaal gesproken een film maakt of je schrijft een script, dan heb je je hoofdrolspelers, die zie je voor je in het kader. Dat licht je uit, daar is je aandacht. Dat bepaal jij als regisseur. Nu je dus opeens om je heen kan kijken, of de kijker om zich heen kan kijken, kan je als regisseur niet meer zeggen van ja, maar ik wil dat de gebruiker of de kijker naar die acteurs kijkt. Ik bedoel, je kan daar wel een fantastisch dialoog krijgen, maar als de kijker daar gaat zitten kijken, dan krijg je die scène niet mee. Dus je moet gaan nadenken over hoe kan je een verhaal schrijven wat je op verschillende niveaus meekrijgt. Dat kan dus bezitten in dat je een gelaagdheid van een verhaal hebt. Stel, je hebt een korte scène van 3 minuten. Je hebt een woonkamer waar 2 koppels aan tafel zitten en die zijn aan het kletsen en jij bent de 5e persoon in de ruimte. Het kan best zijn dat een van de mensen opstaat, wegloopt en naar een keuken loopt en dat je die dus volgt en je volgt wat die aan het zeggen is. Dat betekent dat je de lijnen van de rest van de acteurs niet volgt. Dan krijg je misschien een deel van het verhaal mee. Als je diezelfde scène dan nog een keer bekijkt, dan kan je focussen op de andere karakters en zo nieuwe laagjes in het verhaal ontdekken. Zo hebben we een scène gedraaid waarbij dit voorkwam en dan blijkt dat de nieuwe vriendin van een van de 2 in het koppel een affaire heeft gehad met de man van het andere koppel. Maar dat wisten ze van elkaar niet, want ze waren heel erg dronken. En als je de juiste momenten het verhaal meekrijgt, dan ga je als kijker dat verhaal samen, die puzzels samenvoegen. Ja, dus je gaat films 3 keer kijken in VR. Want je hebt de helft gemist. Korte momenten wel. Daarom, en dat wordt ook verteld over dus. Als ze zeggen, waarom is het goed? Is het goed voor de reclames. Want die ga je ook 3 keer kijken. Zo. Ja, je creëert veel 10 keer opnieuw dat contactmoment met het merk. Het hangt natuurlijk heel erg van wat je... Ik begin me wel heel erg af te vragen, Avanas, wat voor bedrijf zijn jullie nou? Zijn jullie een softwarebedrijf? Zijn jullie een hardwarebedrijf? Of ben je een filmproducent? Want je haalt dit allemaal door elkaar. Of is dit een hele ouderwetse vraag? Dat je zegt van, wat maakt het uit? Ergens maar ik zie op jullie site ook, ik zie een technische werkplaats met snoeren en kabels en met soldeerbouten. Ik zie beeldschermen en programmeurs. Mm-hmm. En je hebt het nu over een scène en hoe je dat in beeld brengt. Het is inderdaad een heel breed verhaal. En dat is uit noodzaak zo. Want omdat je begint met in een industrie waar nog niks is, ben je gedwongen om de techniek te ontwikkelen, om de software te ontwikkelen, maar ook om voorbeeldtoepassingen te laten zien. Je hebt een beetje een voortrekkersrol. Primair als We Make VR zijn we een bedrijf wat virtuele ervaringen maakt. En hardware is necessity. En wij zullen steeds meer filmpjes gaan maken. Maar we gaan er vooral omdat we de content producent gaan faciliteren. Dus dat we onze kennis over gaan dragen. Dat we daar heel veel research naar doen. En dat we straks ook een platform creëren waar mensen hun content kunnen delen. Dat wordt WeShare VR. Dus daarom hebben we ook die app gemaakt. Want... Ja, maar je bent dus eerder een technisch facilitaire partij. Dan dat je je echt wil begeven op het produceren van die content. Nee, het is en-en. Je moet produceren. Ja, nu in deze fase. Mm-hmm. Om mensen duidelijk te maken wat er kan en hoe het kan. Mm-hmm. Maar je toekomstscenario is meer een stapje terug in het faciliteren. Beide. Het schaalbare deel zit hem in het faciliteren. In dat we dus een platform hebben waar makers hun content kunnen delen en exporteren. En wij zullen dan een commissie ontvangen op elke transactie als de content niet gratis is. Aan de andere kant zullen we natuurlijk ook bepaalde eigen content produceren, omdat we die natuurlijk ook kunnen verkopen op ons eigen platform. Maar het is niet, de techniek is maar een noodzaak. Het gaat ons gewoon om die toepassingen zoeken die echt iets toevoegen aan de gewone mens. Okay, zoals morgen de perfecte VR-camera op de markt komt voor een betaalbare prijs, dan gaat jouw hele technische lab is weg. Ja, als we daar verder niks meer aan toe te voegen hebben, prima. Dan gaan we iedereen aanraden van, koop die camera en kom bij ons maar een workshop volgen en leer van ons en ga je content maken. En ga daarna bij ons op ons schaalbare systeem je content ook uploaden. Okay. Dat is waar de toekomst zit. Als productiemaatschappij, dat is leuk, dat willen we ook blijven doen. Maar dat is niet zo schaalbaar.
Want daar gaan natuurlijk straks veel meer productiemaatschappijen van komen. Het is veel belangrijker voor ons dat we de output van die productiemaatschappijen gaan faciliteren. En waarom zou er een apart platform moeten komen voor virtual reality content? En zou dat niet binnen de gewone platform op een gegeven moment kunnen? Uiteindelijk zal dat kunnen. Al op het moment dat de traditionele maatschappijen dat gaan omarmen. Maar wat de geschiedenis ons leert, is dat heel veel van de gevestigde industrie toch wel wat angstig zijn voor nieuwe ontwikkelingen. We hebben natuurlijk met de muziekindustrie gezien van, ja, tuurlijk kan je digitaal gaan distribueren, maar dan moeten de grote labels daar nog wel in meegaan. Wat je nu krijgt is dat qua virtuality content er nog heel veel sceptie is. Er wordt heel erg moeilijk gaan van, ja, maar hoe kunnen we dat dan straks gaan distribueren? Als op een bepaald moment Apple in de iTunes Store zegt van, hey, VR-content gaan wij ook distribueren en er komt ook een player, prima. Dan zal onze iOS-app als een van de eerste daar in de store staan. En kom maar op, dan gebruiken we dat kanaal gewoon ook erbij. Dat omarmen we allemaal. We zijn niet van, dit moet exclusief ons zijn. Nee, als er meer kanalen zijn, des te beter voor ons. Des te meer plekken waar onze content terecht kan komen. En des te meer plekken waar de content van onze community terecht kan komen. Hey, je bent heel vroeg op deze markt, nog steeds, zou je kunnen zeggen. Verdienen jullie nu geld? Is het allemaal investeren in de toekomst? Het is investeren in de toekomst. We zijn self-funded. En dat is ook wel bewust. Een van de eerste dingen die we hoorden toen we hiermee aan de slag gingen, was mensen die naar je toe komen zeggen van, hey, als we jullie nou een zak geld geven, wil je dan porno gaan maken? Ja, dat gaat vast wel gebeuren, maar dat is niet onze ambitie. Dus het is nu nog investeren, zorgen dat de technologie goed is, dat we goede voorbeeldcases maken. En ja, dan komt het punt dat we gaan schalen, dat ons platform live gaat en we meer mensen content gaan laten maken. En dat is waar ik denk dat we gewoon geld gaan verdienen, onze investeringen terug gaan verdienen. Ja, wanneer gaat je platform live? Het streven is voor het eind van het jaar nog. Voor het eind van het jaar, dat is nog 6 weken te gaan. Ja. En we zijn ver. Dus ja. Het is ambitieus, maar het kan. Ik bedoel, misschien dat ik te veel van het team wil, maar dat moeten we gewoon gaan halen. Ja, ik vind het wel aanstekelijk enthousiasme. Ja, nee, absoluut. Maar absoluut. Ja, we zitten op zo'n bak content. We hebben al zoveel gemaakt. En iedereen die we onze dingen laten zien, die hebben meteen zo'n smile en die vinden het te gek en iedereen is enthousiast. Dus ik heb gezegd, ja, maar dit moeten we gewoon delen met de wereld. En wel nu. Dus vandaar dat ik heel blij ben dat Google op nu zegt van, hey, we maken de cardboard. Prima, iedereen kan nu een cardboard klantje maken. We maken een app, die hebben we ontwikkeld. En zometeen krijg je dus ook Samsung, die met de Gear VR komt. Ook een simpele mobiele VR-set. Dat ligt in december al in de winkels. Dat is gewoon een consumentenproduct. Iedereen die een Samsung Note 4 heeft, zometeen heeft een potentieel VR-device in zijn app zitten. Toch ontmoet ik een hoop skepsis. Overal, mensen vergelijken het onmiddellijk met het 3D-debakel. Ja. Zeg maar. Ik heb ook nog 5 van die 3D-brillen ergens in een laadje liggen en een 3D-TV. Nou, heb je die ook? Hij kan dat wel. Ik heb wel eens 3D-filmen opgekeken. Dus dat kan wel. Ja, dan ga je met je vrienden allemaal met zo'n bril op de bank zitten. Niet. Dat doe je niet. Maar waarom zou ik met zo'n ding op gaan zitten? Nou, dit is niet zozeer op dit moment een sociale ervaring. Nee, totaal niet. In de zin van films in VR kijken. Je sluit jezelf af. Precies, het is jouw persoonlijke ervaring. Ik denk dat het sociale aspect in een heel ander segment van virtual reality zit. In de zin van bijvoorbeeld met je vrienden die aan de andere kant van de wereld zitten, in een virtuele kamer gaan zitten en samen een bioscoopfilm kijken. Dat is heel ver weg. Waarom verwacht jij hier nu al op de korte termijn zoveel van? Want je zegt, ik wil voor het einde van het jaar live. Omdat de simpele toepassingen, in de zin van een korte film, dat is nu nog een beetje in de gimmickfase, maar wij hebben content gemaakt die ietsje verder gaat dan dat. Dat is nu al heel toegankelijk. We hebben al tests gedaan met bijvoorbeeld de ouderenzorg en met de therapeutische hoek, die al heel succesvol zijn. We hebben nu al gemerkt dat, nou, wat ik net al zei, iemand die nog van niks weet zo'n ding op heeft en binnen een minuut blij is en zit te lachen, nou, dan heb je iets krachtigs in handen. Maar dan kijk je eigenlijk veel meer naar waar je mee begon, het oplossen van problemen voor oudere mensen, voor zieke mensen, dan dat je het hebt over een algemene consumententoepassing. Klopt. Ja, dan de algemene consumententoepassing in de zin van bijvoorbeeld massa-entertainment. Dat gaat nu dan vooral zitten in short format videoclips bijvoorbeeld. Nou, dat is ook iets waar we mee bezig zijn. Nog sterker, we schieten 15 november een van de eerste complete virtual reality videoclips. Wat niet alleen maar een performance is, maar wat echt een gemonteerde clip gaat worden. Nou ja, er is nu één project in Japan gemaakt wat op een exhibition is. Dus die is niet eens algemeen gedistribueerd. Wij gaan het nu wel doen. En dat is dan content die voor nu nog entertainment voor de massa is. Want ja,
waar ga je nu nog een videoclip zien? Op MTV zie je ze niet meer. Dus je ziet ze op YouTube. Ik denk dat je in die zin, dat daar die massa wel gaat zitten. De mensen die nu hun YouTube-content maken, en masse, en dat met de hele wereld delen. Dat zal je op termijn ook gaan krijgen met VR-content. En je merkt nu al, we werken nu al met jonge filmmakers die dit hebben gezien en dus daar nu aan research aan doen zijn. We hebben een project met het Media Lab, Afrotros en de HVA van studenten die aan het onderzoek zijn van wat is de beeldtaal? Wat zijn de instrumenten voor het maken van films in VR? Die taal die wordt nu ontwikkeld. Daar komen een aantal projecten uit. Er komen lijstjes met best practices uit. Dat gaan we in januari al naar buiten brengen. Dan is dat project afgerond. En dan hebben we alweer een aanvullend setje tools voor jonge filmmakers. En die kunnen, dat hebben we laatst op een conferentie ook gezegd, mensen kunnen nu al naar ons toe komen als ze een plan hebben, als ze een idee hebben. Wij willen ze wel helpen. Kom maar bij ons voor je kennis. En dan beginnen we, want wij gaan niet alle goede ideeën verzinnen. Wij zijn het aan het faciliteren. Ik denk dat de beste ideeën niet van ons gaan komen, maar uit het veld. Uit de jonge filmmakers die daar nu een visie en een idee over hebben. Ja. Ik was in januari is er volgens mij weer een meet-up met mensen zoals jij. En dan kwam iemand tegen daar en die vertelde dat ze bezig waren. Ja, die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. En hij vertelde dat ze waren bezig met een ter land, ter zee en in de lucht ongeveer een versie te gaan maken voor die bijeenkomst. Dus ik heb meteen even aangemeld. Dus jij dat ook eventjes doet. Ja, dus dan kunnen we daar... Maar dat wordt hartstikke leuk. Ja, nee, dat gaat ook heel leuk. Moeten we jou uitnodigen voor een vervolggesprek als we echt kunnen beoordelen of je succesvol bent geworden met al je ideeën en plannen of niet. Weten we dat heel snel, over een half jaar? Of? Ik denk dat we over een half jaar een aantal grote stappen hebben gemaakt. Waaronder streaming. Aangezien we dat nu al eigenlijk al kunnen. En we gewoon nog wat distributiedingen moeten oplossen. Over een half jaar kunnen we echt wel gewoon streaming. Nog sterker, dan zijn er waarschijnlijk al een paar projecten geweest die mensen hebben kunnen zien. En, maar kom jij dan hier een keertje gewoon, het zal misschien niet de meest aantrekkelijke versie zijn, maar misschien wel een heel eenvoudige. Gewoon streaming hier, deze uitzending gewoon. Kunnen mensen een beetje de ruimte bekijken? Ja, we maken een fast moving targets in VR. Dat is een live streaming. Dat vind ik een heel goed idee. Ja. Dus over een half jaartje dat we hier met een mobiel setje komen. We zenden het live uit. Wat een goed plan. En dan kan iedereen eventjes zo'n ding kopen. Een cardboard. En dan kan iedereen thuis... Ja, dan kunnen ze even, dat moeten we zo doen, dus dan kunnen ze eventjes kunnen ze even richting regie even draaien. En dan ze... Ja, van wat zijn die gasten daar aan het doen? Ja, zijn die gasten daar aan het doen? Ja. Ja. En hij beslist nu dat jij in beeld bent of ik? Straks bepaal je dat lekker zelf. Ja. Dus dat betekent wel dat de kijker dus ook de lampen en de imperfecties zien. Ja. En dat is iets dat voor een show als dit, kan dat prima. Als je een film wil maken, moet je daar natuurlijk heel erg over gaan nadenken. Ja. Van, ja. Hoe licht je een scène uit? Wat doe je met je geluid? Wat doe je met je boommic en je regie? Een heel ander verhaal. Ja, ik vond het audio gedeelte van John ook interessant. Want daar had ik eerlijk gezegd nog niet echt heel diep over nagedacht. Maar ik realiseerde me opeens natuurlijk dat als je alle kanten op kan kijken... Het geluid ook mee moet doen. Het is super belangrijk. Ja. En het wordt nog belangrijker. Want een aantal van de voorbeelden die John geeft is... binaural, dan wel meer kanaals binaural geluid. Dat wil zeggen dat je dus een duidelijk links- en rechtsbeeld hebt. Ja. Het wordt nog interessanter, zijn we nu aan het leren, op het moment dat je dus met acteurs werkt die tijdens een shot, tijdens een scène bewegen door de ruimte. Want dat betekent dus dat je een geluidsbron hebt die bijvoorbeeld van links naar rechts beweegt. Maar als je hem volgt, zou hij in het midden moeten blijven. En als je de andere kant op draait, moet hij van je afgaan. Ja. Precies, als je hem volgt, moet die stem dus wel geplakt blijven bij die acteur. Want als er twee acteurs zijn die verschillende kanten op bewegen... Ja. Dan kan je dat niet meer met binaural oplossen. Dus wat wij dan nu aan het doen zijn, is dat we dat nu nog met de hand fixen. Dus dat we met de hand een geluidsbron bij die acteur in post mee laten lopen. En dat met een andere acteur ook. Ja. Het is ontzettend veel werk. Maar dat geeft je wel de meeste sense of presence. Dat meest dat je het gevoel hebt dat je bij die persoon in de ruimte staat. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een keuze die je kan maken als regisseur. Van, wil je inderdaad dat de kijker de vijfde persoon in een scène is... Of wil je een onzichtbare third party zijn, een soort fly on the wall? Ja. Ik kan me voorstellen dat stel je zit in een VR-soap, dan is het misschien leuk als je tussen acteurs zit. Dan moet je het een beetje zien als toneel en dat het toneelstuk zich om je heen afspeelt. Maar als het om een drama, of stel het gaat om een moordscène, een horrorfilm, wil je dan inderdaad in die ruimte zitten? Of heb je zoiets van, nou, zet mij maar een beetje als onzichtbare entiteit in die ruimte? Wat misschien nog veel enger is, dat...
Maar dat zijn leuke beeldtalen om nu te ontwikkelen. Dat zijn tools waar van alles in te ontdekken valt. Ja, jij gaat zoals altijd, jij noemde het zelf al, de porno dit uiteindelijk financieren, de ontwikkeling hiervan? Nou, nog sterker, dat gebeurt dus al. Gebeurt al, Porno in VR, dat kwam al heel snel. Er ook gewoon al. Ja, de Japanse, Japanse animatie, dus veel geanimeerde dingen. De gefilmde adult entertainment, dat zijn dan niet zozeer de echte 360 dingen. Dat is dan meer gewoon dat je een scène voor je ziet, een beetje om je heen kan kijken. Beetje diepte krijgt. Beetje diepte, ja, verschillende zinnen. Maar dus ja, daar wordt natuurlijk wel veel mee geëxperimenteerd, omdat het gewoon een verkoopbaar product is. Ja. Ongeacht hoe slecht de techniek wel of niet is, mensen willen het, mensen zijn bereid om er heel snel geld voor te betalen. Tegelijkertijd is dat ook wel iets waarmee je een nieuwe technologie heel erg in een gimmickhoek kan drukken. Oh, dat is alleen maar daar relevant. Het is voor de rest van de industrie niet relevant. Dus het gebeurt, er wordt geld mee verdiend, maar... En dat hebben we natuurlijk ook destijds met de VS gezien. De VS versus Betamax was ook omdat de porno op VS was. Ik denk in dit geval dat er genoeg in de technologie zit dat het niet afhankelijk is van de adult-industrie. Er zijn genoeg andere dingen die gaan gebeuren die het ook waardevol maken. Nou, grappig wat je toen ook echt later met HD, zeg maar. Dat aan de ene kant was het god daar natuurlijk ook voor. Maar alle producties werden toen ook weer duurder. Hè, omdat je nou eenmaal de onvolkomenheden beter zag. Nou, dat geldt hier natuurlijk ook een beetje voor. Ja. Dus het is natuurlijk nog niet de echte industrie die overal heel veel geld aan uitgeeft. Maar goed, over een halfjaartje praten we verder. Doen we een uitzending in VR. Spannend. Ja, super. Hey, nog één dingetje. Kunnen deze mensen zo'n box, kan je die gewoon ook ergens bestellen? Zo'n cardbox? Ja, die is van mij. Waar heb jij hem besteld dan? Moet er niet aan hem te vragen. Andere mensen. Ik kreeg deze bij die Jont presentatie. Ja, je kan die cardboards kan je overal op het internet bestellen. Als je even zoekt op Google Cardboard, dan kom je een lijst tegen. Dus het is al heel erg open. Oké. Die kun je kopen. En de apps staan ook al gewoon in de stores. Verschillende apps voor mobiel en verschillende apps voor cardboard. Wat betreft apps om onze films te bekijken, daar maken we een eigen app voor, die daarvoor is geoptimized. Maar die is ook wel redelijk open hoor, daar zal je ook andere filmpjes in kunnen bekijken. Maar we hebben natuurlijk erop ingericht dat onze content daar goed op uitkomt. Mm-hmm. Want er zijn nog geen standaarden. Ja. Dus ja, zolang die er niet zijn, dan nemen we het voortouw. En als onze player blijkt heel, heel goed te zijn, prima, dan mogen andere mensen hem ook gebruiken. Ja. Oké, super, hartstikke bedankt. Ja, zeer enthousiasmerend verhaal. En een paar heel goede voorbeelden gehoord, waardoor ik er veel meer in ben gaan geloven na deze uitzending dan voor de uitzending. Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Fijn, ja. Dat vind ik een mooie opstelling. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. We zijn er iedere dinsdag. Volgende week dinsdag zijn we weer om 9 uur. We danken nog eventjes Streamzilla, de sponsor die deze stream mogelijk maakte. En we vertrekken nooit zonder te vertellen dat je ons hele archief op de site en op YouTube kunt plunderen. Dankjewel. Dag.